Hallo, dag allemaal, dag beste lieve jongeren, dag alle internaten, maar vooral dag opvoeders en dag iedereen die zijn steentje bijdraagt om jongeren in een internaat op te voeden en wijsheid mee te geven. Ik ben momenteel, ben ik 29 jaar en ik weet dat ik, toen ik 12 jaar was, ben ik door mijn ouders naar het internaat gestuurd, zo wordt er dan soms gezegd, maar eigenlijk is dat een van de schoonste dingen die mij overkomen zijn in mijn leven. Ik heb 6 jaar op internaat gezeten. En tot op de dag van vandaag heeft dat internaat mij gevormd naar de mens wie ik nu ben. Ik ben heel snel in een warm bad terechtgekomen. Ik heb waardes en normen meegekregen van mijn opvoeders. Ik ben bijvoorbeeld een hele nette jongen. Ik ruim altijd alles op en dat komt omdat ik op internaat dat heb geleerd. Maar dus ik wil vooral in dit filmpje eigenlijk het belang van zo'n een functie als opvoeder even mee ondersteunen en mee in de watten leggen. Want een opvoeder is niet zomaar iemand. Het is eigenlijk een soort tweede ouder naast uw warm nest thuis die je hopelijk hebt. Is een internaat is ook een soort thuis. En daar moet je goed voelen. En dat is van onschatbare waarde. Een internaat is een plek waar vriendschappen worden gesloten en vriendschappen voor het leven. En tot op de dag van vandaag moet ik toegeven dat de normaal school Kind Sint Jezus, het internaat, dat er nog altijd in mijn hart zit. En dat ik Ilona, Sandra en vooral ook Werner Blarings nauw aan mijn hart liggen. En dat ik die dood graag zie en dat ik wil bedanken voor alles wat zij ooit voor mij hebben gedaan. En vooral omdat ik zeg het nogmaals, het vormt u en het maakt wie dat je bent, de dag van vandaag. En er werd heel veel gesproken vroeger op de internaat. En dat is belangrijk. Belangrijk dat jongeren een ziel op tafel kunnen leggen en dat er naar geluisterd wordt. En dat doet een internaat. Dus ik hoop dat dat nog jaren kan doorgaan en ik hoop dat fantastisch internaat in Hasselt, boven het Kind Sint Jezus, nog jaren kan bestaan. En ik dank iedereen die ervoor heeft gezorgd, die voor mij heeft gezorgd vooral. En die van mij vandaag de mensen hebben gemaakt die dat ik ben. En ik draag een warm hart toe naar alle opvoeders in heel België, in heel de wereld. En ik zal heel mijn leven blijven verdedigen. En ik denk dat ik mijn eigen kinderen ook op internaat ga sturen. En ook al hebben ze daar geen goesting in. Maak er nog een hele leuke dag van. En ik zie jullie allemaal tot graag. En tot ooit binnenkort. Salut! Bye-bye.